Niet alleen de WK-koorts daalde afgelopen weekend onder het vriespunt. Ook de thermometer gaf de laatste dagen temperaturen onder nul aan. Afgelopen zondag is 2000 kuub water in de baan van IJsclub Waarland gepompt in de hoop op ijspret. Een spannende ochtend voor het bestuur, want ze gaan de dikte van het ijs meten. Gisteren was hij gemiddeld 2,5-3 centimeter. We hopen nu een dikte van 6 minimaal te hebben om er met de jeugd vanmiddag op te kunnen. Dan kunnen ze ijshockeyen en dan organiseren we de WK's, de beroemde WK's, de Waalandse kampioenschappen. En ja, met korte baan, met marathon, met ijshockey. Dat hebben we allemaal draaiboeken van liggen. Dus dat doen we allemaal. Maar ja, goed, dan moet het ijsdikte moet wel dik genoeg zijn. Nou, daar gaat hij dan. Het zit tegen 5 aan, maar we hebben minimaal 6 tot 7 nodig. Willen we er met de jeugd vanmiddag op kunnen. Dus jammer genoeg kunnen we nog niet open. Ze geven vannacht 1 graad vorst aan en morgen overdag 5. En ja, verderop in de week misschien nog 2 of 3 of 4 graden. Dus ja, mocht het vandaag gaan lukken, prima. En anders misschien naar het weekend toe. Maar dat zal wel moeilijk worden, denk ik. We zijn er heilig van overtuigd dat Koning Winter van het jaar stevig om de hoek gaat komen. Dat gaat allemaal prima voor elkaar komen. We houden hoop. Oh, hoop, je weet me nooit. Dat weet je bij een ijsclub, weet je dat nooit.